Welkom. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Oh nee, is een livestream. Maar welkom bij de nieuwe livestream. Abonneer je hier beneden. Reageer, like en ja, sowieso comment. Chat gezellig mee. Mijn vriendin is er ook, dus chat gezellig mee. Ik ga eventjes ondertussen wat uittesten. Die komt ook gewoon daar wel binnen. Mooi. Dat is helemaal mooi. Nu zet ik daar wel lekker op stop. Dan mogen jullie... de game lekker zien. Ga ik heel eventjes mijn YouTube openen op mijn... Vakka Amos, welkom bij de stream, man. Welkom. Ja. Zo. Gaan we, denk ik, eventjes lekker rijden. Weet niet waarheen. Weet niet wat we gaan doen. Als jullie willen dat ik Lucky Wheel ga doen, let me know. Je ziet, we hebben 440k. Maar ik ben aan het sparen voor een auto. De Lamborghini Urus. Ik heb deze net geïnstalleerd, mensen, dus sorry als het... Eens eventjes kijken hoe of wat. Misschien moet ik nog een paar dingetjes eruit gooien waardoor die minder lagt en alles. Maar we moeten even kijken, mensen. Ik weet dat we wel moeten witwassen. Want mijn loods heeft het de laatste dagen wel goed gedaan. Dus ja, ik moet wel witwassen. €700 nog wat k. Dus ja, we hopen dat de witwasser vandaag in de stad komt. We hopen het. Larry Hope. En laten wij naar de 30 abonnees gaan. Zo. Nou, ik merk wel wanneer ik aan het rijden ben en wanneer niet.
stilstaand heb ik gewoon 20 fps. Heel even voor mensen. Excuses hiervoor. Heel eventjes wat kijken hoor. Oké, ik weet hem even niet. Maar in ieder geval. Ik ga even naar de garage rijden en dan. Ga ik eventjes. Snel knippen. Oh. Annie Mouse, thanks voor abonnee. Ik ben helaas. Gecrashed, helaas. Maar, nou kunnen we wel eventjes een visual pack fixen. Ja, mappen laden te snel, moest te snel inladen. Wanneer ik geen internet, genoeg internet binnenkreeg. Maar dat maakt niet uit. We zijn in ieder geval wel weer aan het joinen. Dus. Ja. Ja, jullie zien linksboven en rechts onderin een vlakje zitten van dat wazig is. Dat is wegen dat ik rechts onderin de porto meestal staat en linksbovenin ook in de chat staat. Tegenwoordig kan die chat wel weg. Eigenlijk. Maar ja, we moeten even kijken hoe of wat in de loop van de tijd. Daarentegen is deze... Waarom? Waarom span ik hier? Richard. Oh ja, ik crashte daar. Dat was het. Dus eigenlijk hoor ik wel daar gewoon te zijn. Zo. Zo.
Hij rijdt op de snelweg. Wacht op mijn auto, schatje. En even mijn visual pack goed zetten. Maar ja. Nu sowieso even wachten op mijn auto. Witte icoontje is mijn auto. Dus ja. Daar komt hij aan, gassen. Ja. Zet hem dan maar gewoon neer. Dit gebouw geeft me ook lek hoor. Nee, dat weet ik, schatje. Zo, in één keer, hatsa. Goede drivers kunnen dat. Willen we zometeen dat ik. Willen jullie dat ik zometeen naar casino ga? Ja of nee? Kijk. Dit bakbeest wil ik. Weet je wat? We gaan sowieso naar casino. Oh, ik had eigenlijk verkeerd. Oeps. Nou, boeien. Zo kan het ook. Ja, dat weet ik, schatje. Yo, Sam, welkom bij de stream, man. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer je hier beneden. Als je 5M hebt, join de stad Zuid-Holland. Je bent altijd welkom. En wij gaan 2 keer het ratje draaien vandaag. Lekker man. Dat hoor ik graag. Ja schatje, jij bent zelfs altijd welkom bij mij thuis. Vanaf mijn kant dan.
Ben je altijd welkom. 5 kijkers, mensen. Kunnen we de 10 kijkers aanraken en de 30 abonnees? Dat wil ik vandaag halen. 10 kijkers tegelijk. En 30 abonnees. Wat willen we winnen, mensen? Willen we 500k winnen? Willen we milli winnen? Willen we de auto winnen? De auto is maar liefst 3,2 miljoen waard. Wat willen we winnen? Willen we 25k winnen? Of willen we 50k winnen? Maar ik ben een meisje, geen jongen. Maakt niet uit, schatje. Yo, Broken Joking, oftewel Tieme, welkom. Welkom, man. Welkom bij de stream. Nou, eerste spin gaat gebeuren. Wat wordt hem? Oeh, helaas, helaas. 2,5k, helaas. Maar hoe gaat hij met jou teamen? Prima, mooi, mooi, mooi. Ja, gaat ook wel. Gaat wel. We gaan zachtjes aan door, hè, dus ja. Maar Tieme, wat speel je nog steeds alleen maar oranje roleplay of speel je nou ook andere steden? Gaan we? Lucky, 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 lucky. Zijn we lucky vandaag? Nee, helaas, helaas. We zijn vandaag helaas niet lucky. Het zij zo. Alleen op oranje roleplay. Maar is echt steeds kut aan het aan worden. Ja, ik snap hem, man. We zoeken hier nog een. Ja, we zoeken nog mensen in het korps. Dus misschien kan je hier. Of met mij samen. En Mark samen. Dinges. Onderwereld. Maar ja, de server is afgelopen dagen een beetje dood. Dat is wel jammer. Kijk, team is alweer de Discord gejoind. We gaan even kijken bij mijn loods hoe ver die is. Maar ja, ik hoor wel af en toe nog verhalen van oranje roleplay. Wordt alleen maar kutte, ja. Wat je zegt.
elke regel van de politie verandert om de week. Ja, ik ken het, man. Hier valt het echt mee, man. Dus ja. Maar denk je dat je deze stad komt joinen, teamen? Wait, what? Geen productie? Oh. Ja, het moet echt actief worden, want anders is het ook voor mij niet leuk. Mooi. Damien. Ja. Komen er mensen in de stad? Weet niet. Kom jij in de stad? Nee, ik niet. Waarom niet? Ja, anders wil ik je spelen. Jammer weer. Oh, heb jij hem? Marcel. Nee, wat? Booskijkertje. Tieme, heb jij Fortnite gedownload? Ik zit er anders aan te denken om Fortnite te gaan. Ik weet het, misschien een raar, maar ja. Ja, ik denk zo van... Ik kan het altijd vragen. Ik hoop het wel eigenlijk. Want dan hebben we tenminste nog wat te doen.
Team duurt lang. Goed. Gelukkig ben ik AMW, dus ik kan hem zelf maken, maar toch. Eens even kijken wat er aan de hand is, hè. Even kieken, kieken. Maya kan ook zo weer in call komen. En heb je het gedownload, Tieme? Wat ben je nou weer aan het doen? Hou je mond, eier. Hou je mond. Welkom bij de Steamon. By the way. Oh. Is er nu wel iemand? Roemon. Kom ook gezellig in de stad, eier. Oké, jouw keuze.
Oh god, we hebben een report. Goeiedag. Goedendag meneer. Ik wou even praten met u. Hoort u mij? Ja, ik hoor u. Bent u hoog hier? Ik ben proof moderator, man. Oh ja, man. Ik merk er zijn hier weinig mensen. Ja, weinig. Ik wil niet onbeleefd zijn. Maar. Het is gewoon de waarheid. Ja. Maar mij leek het leuk om zeg maar gewoon een leuke job te doen, snap je? Dus zeg maar bijvoorbeeld. Het hoeft geen politie te zijn of zo. Nou, eigenlijk als dat kan, zou dat. Maar ik zou graag politiewerk willen doen. En daar wil ik best voor solliciteren, maar kan dat dan mondeling? Dan zou u eventueel de Discord moeten joinen. En dan wachtkamer eventueel kunnen joinen. Die, wachtkamer? Ja, daar zit in support 3 of 4 zit dan het hele stafteam zowat. En daar zit ook hoge hulp en zo. Oh, oké. Dan ga ik even de Discord. Kan ik ergens de Discord vinden? Hier nog in de game? Oh, excuus. Kan ik ergens... Dat weet ik niet, maar als jij anders mijn bodycam kijkt, beste gamers, dan kan je hem ook via die link daar onderaan in de beschrijving pakken. Oké, ik zal even kijken. Ik ga even reloggen. Hoe hossel je kijkers binnen, mensen? Enge outfit, Tieme. Ah. Het is nu 300, oké. Dan is volgens mij de volgende keer 400. Zo. Tell the feeling like I'm
pakken, Mark. Faka. Gaan we er even een leuk streampje van maken? Ja, moet je komen. Is goed. Jij bent ook nog niet zo lang een stream, of wel? 40 minuten. Huh? Oh, dan heb je het in de Discord gewoon later erin gegooid. Ja. Daar was ik aan het kijken. Ja. Man, ik heb nu nergens. Gaan we maar even opstarten? Of boeit me niet eens als het een fiets is. Ik heb gewoon even een auto nodig. Om naar de car dealer te rijden. Ja, één moment. Ah, dankjewel. Man. Breng hem gewoon heen anders. Nee joh. Tieme is ook in de stad, hè? Wie? Tieme. Die is er ook al weg. Kirk. Oh. Kirk. Ik proef Kirk. Ik proef Kirk. Ik proef Kirk. Hoeveel man? Helaas 4 man. Maar er komt ook wel verandering in. Er komt ooit verandering in. En volgens, maar wie is Santi Gamer 66? Hij zit op verkeerde account. Ja, maar nou zit ik te twijfelen wie dat is. Mhm. Dacht ik het wel. Sandor! Sandor! Sanda. Oh, ik sta nog op dezelfde plek als vanmiddag. Dingen. Aquilala of Eclipse. Nee, waar je de dingen op kan. Hoe heet dat? Ik kom niet op Dam. Oh, te lang niet. Waar je erop kan rijden, zeg maar. Ja, dat is Mark. Hoor ik nou, Mark? Dat is Mark, ja. Maar ik denk dat ik die graphics pack er toch weer uit ga gooien, man. Lekt het? Bro, ik heb maar 20 fps. Ja, ik moet hem er ook een keer uitgooien, want ik wil ook meer fps. Maar ik weet niet. Nou, ik moet 5M gewoon een keer opnieuw installeren. En geet jezelf dan. Bro, ik heb enge karma gekregen in TDA. Hoezo? Hoe had ik gedaan? Oh ja, jij bent geband, of niet? Ben je nou geband, Sander? Perm. Ja, dacht ik al. Want hey. Jullie met z'n... Maar alsnog, jullie hebben al mijn geld daar verpakt. Jongen, ik ben echt... achter je. Ik ben echt al 4 keer opgelicht, hè. Dus ik speel het ook niet meer. Wacht, kan ik even van Cal komen? Ja, bel hem maar bij. Was onderweg. Ewa gangster. Ewa. Ewa. Hoe is het met jou dan? Dat is lang geleden. Ja, fucking lang geleden. Oh, jouw stem is een beetje veranderd, man, Mark. Ik heb ook een nieuw mic en alles. Oh, ik ben het zeggen. Hij helpt ook mee. Oh god, ik ben even kouden, joh.
Ja, dat horen we. Nee, maar... ja, mijn stand is niet, werkt niet echt mee vandaag. Ah, joh, boeien. Bro, zie je mijn lag? Of zie je dat niet op stream? Ik vraag me af waar Kirk is, ouwe. Kom, telefoon leeg. Lekker, Mark. Goed voorbereid. Wat? Nee, ja, Mark's koptelefoon is leeg. Oh, lekker bezig, Mark. Hij hoort dan... Hey, ik ben nu beheer van Zortes, hè? Van die... Ben ik weer! Zortes was gestopt. We hadden 2k members in de Discord. En toen kwam ineens zo'n guy die had die Zortes overgekocht. Die zei zeg maar... Yo, wil je beheer van Zortes worden? Zeg ik, ja, is goed. Dus nu ben ik ineens beheer van Zortes. Lekker man. Over gratis. Ja. Nice. Maar... Zortes had op een gegeven moment... Jammer, maat. Ik proef Kirk. Ik proef Kirk. Ik proef Kirk. Ik proef Kirk. Nog even die klapjes. Kom dan. Oh ja, ik kan niet meer ontwijken. Ik proef Kirk. Ik proef Kirk. Ik proef Kirk. Ik proef Kirk, je zou maar Nokkie liggen. Maar net zeg ik, proef Kirk die Nokkie ligt. Ik ga wel Ambu even bellen. Wacht, één moment. Ambu, help! Heb iemand knock-out geslagen? Kom met spoed. Ambu is onderweg. Mensen, misschien gaat dit even wat beter lopen. Wacht, gescamd. Ja, mijn pistool is nog afgepakt. Voordat ik geband werd. Maar zit jij eens een stream te kijken of niet van Willem? Zat, nu niet. Kijk even die Chachi Band Liebe Tiger, jongen. Ik mag het allemaal even kijken. Ja, dat weet ik ook niet, Kirk. Maar, wacht, ja. Ik kijk wel op die met PC. Deze. Die combo tussen Bentley en Sess is ook dik, ouwe. Kom, we gaan de kleur aanpassen. Ja, zo. Van die van jou. Oh, goed loading screen. Hebben jullie die van VTALIS roleplay? Weet ik niet. Wij hebben... Het is niet onze server, hè? Nee, oké, maar... Ik ben maar proefmoderator. Zijn jullie staf? Oh, proefmoderator, maar. Mm-hmm. Alles enge beheer. Doe hem eens open. Is ie. Wacht, ik pak even die stream. Hallo? Ja, top. Hallo Siri, donder op. Alsjeblieft, jij betaalt. Joep. Ja, is goed. Ik kan nog steeds instappen. Ik stap aan de andere kant en ik doe shift. Ik kan nou instappen. Die deur haat mij gewoon, die andere. Oh, dat is Sander. Komt die man nou niet, of? Weet ik, hè? Oké, nee. Hé, hey, team, ik zal je wel omhoog halen, want Ambu komt... Hoe is hij eiland? Weet ik niet. Wie is dat? Een nieuwe? Wat? Kijk zijn playtime van die gas. Dat is Robo. Oh, dan laat maar. Kuts. Ik ga even... Waar kan je... Nee, ik kan hier niet pinnen. Wat een kuts. Fuck is Robo. Maat, ben hem echt, alsjeblieft. Je gaat er niet zo kloten. Die staat op slot. Zometeen niet meer. Nee. AMB! Kut. Ik ben ook verbannen van TDA. Echt? Waarvoor? Ik heb gehackt op mijn stream. Dus ik had gewoon TDA-kijkers. En
En nou... Maar dat is 7k! Ja, daarom zeg ik, jij betaalt. Ik dacht dat is 3k net zoals bij mijn Bentley, want daar heb ik op zak. Godsamme. Ik kom wel even met 5k, kom goed. Top. Maar ik mis geld heb je trouwens. Tijden wel, man. Waar zei je? Ik mis soms piekenpolder tijden wel, man. Die mis ik fucking hard. Wow, en vooral DSI een markttijden. Ja, kijk onze outfit. Kijk mijn outfit vooral. DSI tijden. Wacht. Mijn outfit is gewoon DSI. Dat is beter die van Willem, maar dan de DSI variant. Ja, wacht. Ik ben even mijn eigen outfitje nog aan het maken. Wat is dit voor EUP? Gewoon een normale. Dit is niet eens merkkleding, man. Nee, het is gewoon een normale EUP. Ja, er zit een beetje merkkleding in. Stone Island broek en Nike schoenen. Oh. Broek 4. OG. Nu al klaar met deze kut EUP. Ja, als jij je eigen stad hebt, ik kom er wel op spelen, hoor. Ja, zort dus. Die gaat morgen open. Morgen? Ja. Oh, oh. Je weet welke het is, hè? Derde van onder of zo. Even kijken. Zo, zie ik broekie, hè? Wat zou ik hem? Deze toch? Rocky Gray. Ja, ik zie het nog niet. Ja, Rocky Gray. En dan mat zwart eronder. Maar die hoef je niet per se aan te passen. Standbier. Nee, shirtje. Hij is al mat zwart bij mij, zowat. Top. What the fuck? Jezus, maat. Deze auto had jij ook een beetje kapot gereden, of niet? Nee? Oh, die is helemaal kapot bij mij. Bij mij niet, grap. Nou, ik ga hem gewoon repareren. Ja, ik moet die deze... jou wel nou. Ja, deze juist even kapot rijden. Hoezo? Hij wil die achterramen weer eens niet maken. Dan moet hij even weer helemaal kapot en dan weer opnieuw. Maar rij even naar een pick-up plekje. We gaan eerst Sander ophalen. Dat is een gemeentehuis. Oh, Bjorn is ook in de stad. Ik ben niet meer de enige staf in de stad. Fucking ketting, ik ben er klaar mee. Geen zin om een moeite te doen voor de outfit. Nou, outfitjes maken is echt het kutste wat er is. Oh, ik vind dat wel grappig. Eén keer is grappig, hè, maar daarna niet meer. Nou ja, als je denkt... Maar want ik ben nu met sortes vaak dat gewoon random gewiped wordt. Heb ik een heel outfitje gemaakt en wordt het weer gewiped. Dat is kut, jongen. Nou, ik ga zo meteen op Beer at Back staan. Hoezo? Nou, ik word toch helemaal gek van die visual pack, jongen. Maar hoe wil jij hem eruit halen dan, een visual pack? Oké, boys. Welke telefoon hebben jullie erin zitten eigenlijk? Future-achtig. Hebben jullie high van? Als het ja, future, je moet dat is waarschijnlijk high van. Ja, dat weet ik. Van wie is deze auto? Welke? Oddy? Die erachter is van mij. Allee, mijn audio doet het niet, what the fuck? Hoe je denkt dat die auto is? Wacht, ik pak even mijn oortjes af. Wacht even. Die RS, de prijzen kloppen hier echt niet, hè? Die RS6 volgens mij 6,5 ton of zo. Ja, RS6 is 6,5 ton. Die RS6, de prijzen kloppen hier echt niet. Die RS6 volgens mij 6,5 ton of zo. Dat is ineens veel te hard, man. Ik hoor volgens mij een echt. Die RS6 volgens mij 6,5. Ik heb hem even gemute in Discord.
halen. Willem. Ja. Oh, die hoe open jij dat menuutje ook alweer? Welke? Ja, de visual pack. Shift enter. Shift enter? Dat doet hij niet bij mij. Dan zit hij al niet meer goed in jouw... game. Nee, GTA Online doet hij het wel, maar alleen in 5M doet hij het niet. Dit is wel ziek, jongen, die tire smoke. Waarom kan ik niet uit die deur lopen? Die deur is gewoon te zwaar om daarheen te lopen. Oh, kan ook. Dan help ik je wel. Ik wil carry je. Dankjewel, hè. Ja, geen probleem. Jongen, dit ding heeft zo'n ziek geluid. Ik zou de telefoon op M zetten, maar... Ja, je zit op M, zit in een rugzak. Hey, je kan een losse tas kopen. Werkt die bank? App? Ja. Hoe werkt dat? F1, telefoon openen gewoon, dan ga je naar de bank. Telefoonnummer is gewoon ID, of? Je telefoonnummer. Ja, als je moet overmaken, dan... Ik doe gewoon via contacten overmaken, via contacten. Ja, dat kan, hè? Nee, ik heb Willem in mijn contact en dan kan ik gewoon naar Willem mijn contact overmaken. Wat is je nummer? Mijn nummer? Ja? 0694-93-814. Hoi, heb eens. Die van mij moet je maar in Discord kijken of op mijn stream. Stond die ook net. Ik heb hem. Oké, wacht. Hij is nu... Ik heb hem opgeslagen. Maar hij staat er niet bij. Ja, dan moet je naar dingen gaan bellen. Naar contacten, ja. Ja, dan staat hij er toch gewoon bij? Nee, ik heb dat ingevuld, opslaan en toen stond hij er niet bij. Niet bij contacten? Nope. Oh, bij mij is het Willem wel. Die van mij nog een keer? Ja. 0694-93-814. Ja. Even kopiëren, zodat ik niet nog een keer hoef te vragen zometeen. Het telefoonnummer dat u probeert toe te voegen is niet geregistreerd in ons systeem. Het is 0694-93-814. Ik ga het gewoon in de dingen sturen. Fuck dat. Stuur van de screenshot. Wat heb ik al gedaan. Als hij verstuurt, ja, dank u wel. 814. Ja, dus zonder 06. Jij zegt er 06 voor. Daar moet toch 06 voor? Iemand in de stad, die zei, hij doet het niet zonder 06. Die mijn telefoonnummer wil toevoegen. Oh, maar nou wel dus. Ja. Even kijken, ga ik hem even toevoegen. Ja. Ah, ik heb hem. Top. Ik heb beide. Stuur eens ook even een berichtje. Maar welke telefoon gaan jullie erin doen? Of zit erin? Ja, Future, maar dan echt Future. Dus niet deze niet soort... Niet deze krijg variant. Nee. Mooi. Alleen we moeten... Eergisteren werkte de bank-app nog niet, dus ik weet niet of ze dat gefixt hebben, maar... Doe je niks meer of zo van Devil of? Jawel, ik doe het wel, maar zij zijn bezig. Ik weet niet, ik heb er echt niet echt mee bemoeid of zo. Maar welke auto zit erin en zijn de prijzen wel normaal? De economie? Weet ik niet. Je kon ook gewoon de rechtermuisknop erop doen, hè? Boeien. Maar het is gewoon letterlijk gewoon een beetje dezelfde server als Outsortus, maar dan gewoon verbeterd. Dus we hebben de telefoon veranderd naar die Future RP. Dat heb ik nooit gespeeld. Oh, nou, dat boeien. Het is gewoon leuk. Het is mooi. Ga je nou een heli kopen, Willem? Nee, ik ben dit. Oh, wacht, hè? Maar, ga maar even in mijn RSS redden. Ik ga even die... Oh, nee?
Ik ga die pack even uitgooien, want ik ben er nou al helemaal klaar mee. Sorry mensen, dat we dit even moeten doen tijdens de stream, maar... Waar ga jij ergens anders? Oh, hier. Waar ben jij überhaupt? Nu achteruit naar jou toe aan het rijden. Oh, fuck wel. Daar is een auto van 6,5 ton in deze game waar jij in rijdt. Ja. Nou, ik vind dat best goed, best een prima prijs. Ja, maar hoe denk je dat het 2016 model is? Nou? Ja, gokken. Als je 6,5 ton die is. Ik zou zeggen 200k. 180. Hmm. En hoe duur is een Brabus G800? 6,5 ton. 8,5. Ja, dat is ook En deze logica, en een normale RS7 is 1,5 miljoen. Een RS7 Abt is 250k. Of zoiets. Dat is wel raar. Dat is wel raar. Die waar ik in rijd, die is gewoon normaal. Dat is gewoon 3 ton. De opstartgeluid is vooral ziek. Maar ook gewoon als je hier die motor uitzet, gaat die automatisch weer aan. Ja, maar... Dat is wel irritant. Ik denk dat ik er custom sounds, zeg maar, exhaust sounds in ga doen. Dus dat die echt een zieke uitlaat. Weet je, heb echt je wel eens die exhaust sounds van het Future gehoord? Ja, zo vet, jongen. En vooral van die nieuwe auto's. Van een van de laatste streams van... Zoiets wilde ik... Dat is echt lijp. Eigenlijk erin doen. Maar komt er ook politie, honden en alles in? Dat regel ik dan wel als jij dat zou willen. Ik vind wel dat je bij de politie kan, ja? Dat je meteen hoog komt. Ik ben korpsleider namelijk. Ja, ben jij 01 of niet? Nee, ik ben 02. Maar ik fix dat wel, joh. Hey, kan je mij even... Word ik 03? Kan je mij even... Oh, ik kijk gewoon een beetje die 01 en komt wel goed. Hey, Sander. Ja? Kan je mij eens een invite sturen? Hoor? Discord. Shortus. Ja? Stuur maar gewoon hierin. Het is gewoon .gg/shortus. Ja, stuur gewoon even een invite. Ja, dan heb je ook een 2 invites erbij. Oké. Tada. Deelnemen. Zo maat zit veel mensen. Doe het even weather. Huh? Wat? Wat? Wacht even. Oh, my notes for you. Wacht even. Wacht even. Wat? Wacht even. Ja? Ik kom er zo aan. Wat is er, Sander? Wacht even. Wacht even. Hoe moet je... Wat is dat? TP me of zo? Of wat is het? Hoe kun je iemand naar jou TP'en? Gewoon... Of hebben jullie TX? TX. Wat is er? Wacht, ik ga even iets proberen. Wacht even. Oh, huh? Ik kan / weather clear doen en zo. Serieus? Ja, het regende. En toen dacht ik voor de lol, doe ik weather clear. Maar ik kan geen andere perms. Ik kan gewoon weather hier. Wacht. Zal ik eens testen? Weather Xmas. Kijk! Hoezo kan jij dat wel, maar ik niet? Ik kan het niet. Oh nee, ik kan gewoon regen en zo aanpassen in de server. Ik kan het niet. Zet even weer op extra sunny. Ja, is goed. Ziek. Dit. Fucking zieke tovenaar ben ik gewoon. Man komt de stad in, hey, kan gelijk wat, meer dan ons. Weet je wat het zou kunnen zijn? Nou? Het zou kunnen zijn dat jullie de V-Sync hebben gepakt die ik ooit in de server gebruikt heb. Dat deze server die heeft gepakt. En dat ik daardoor die perms heb. What the fuck is... Oh. Ik kom dat wel vaker tegen, want soms heb ik gewoon super admin perms in servers, hè? Ja. Want dan heb ik gewoon in de server CVG heb ik mijn ad principle gezet, zeg maar. En dan heb ik gewoon, hebben zij mijn remake gebruikt of zo? Of hebben zij mijn CFG gebruikt? En dan heb ik gewoon perms. Eén moment. Hallo? Daarom dacht ik, misschien is dat hier ook. Hey, oh, kut. Vriend, ik heb je auto kapot gereden. Ja, dat maakt niet uit. We zijn allebei. Ik ga jouw outfitje even fixen, man. Oké, nu nog een slash register, hoor. Ja, slash registers. En dan eens even langs de claiming komen. Oké, ik kan het... Oh, ik zit hem nu aan het maken. Maar maakt dat ook uit? Nee, maakt niet uit. Fix het maar en dan komt het goed, ja?
Wat is eigenlijk je naam? Willem, man. Wat? Ik heet Willem. Ik ken jou van iets. Ik weet van wat. Ik ben nu aan het bodycammen, man. Ik ken je echt van iets, denk ik. Ben je YouTuber? Ja, ik ben serieus nu live. Echt? Ja, man. Oh, ik ga niet joinen. Ai, is goed. Ai, cool. Hey, yo, yo. Yo. Voor. Die is gewoon weg. Waar? Oh, wat? Ziek? Oh, Willem, jij doet dat op. Sander, uitstappen. Ja, ik ga uitstappen. Ja, ja. Kom maar. Stap maar in. Wil jij in deze rijden? Ja. Ik ken best zijn dat er over 3 seconden nog een keer uitgegooid wordt. Oh, nee dus. Nee, hij ligt alleen wel weer in de kreugels bij mij, maar hij heeft geen lampie. Ah, mooi. Oké, wacht. Ik ga even naar de car dealer. Ik wil eventjes in die car dealer rondkijken. Opletten, je moet knipperen als je eruit komt. Echt? Ja, dan kan je door de map heen kijken. In ieder geval ik soms. Niet bij iedereen. Nee, het ligt eraan hoe lang je erin zit. Ik heb er ook niet altijd last van. Kan je mij eventjes een GPS'je geven? Nee, je moet gewoon F7 klikken en dan kan je de map aanzetten. Oh, godver! Oh, ik reed bijna tegen de muur aan. Ik denk jij ligt erin. F7 en dan? Onderste, op rood. Oh, top. Zo, ik reed inderdaad bijna tegen de vangrail aan. Krimpy, wat gaan wij doen in 's ochtends? Krimmy of... Ja, nou, je hebt een buitenkansje om Popo te worden in de server met 2k Discord members. Ik denk Popo, of niet? Dat wou ik eigenlijk wel doen. Hier wil gewoon Krimmy op blijven. Ja, ik doe mee. Oei, ik vind wel dat jullie bij Popo kunnen, joh. Ik denk, ik hoor zo'n 0-3'tje. Wow, ik doe jullie sollicitatie wel, dan hebben jullie ineens, zijn jullie geen aspirant, kan ik je vertellen. Ik wou net zeggen, je weet wat we kunnen, dus Jij weet zelf ook dat ik een tijdje 0-1 ben geweest. Daarna jij weer, heb je 0-2. Ja, ik ben 0-1 geweest, 0-2, 0-3. Ik ben surveillant, agent, van alles. Toen jij geen 0-1 meer was ik het. Toen jij 0-1 was ik 0-2. Ja, klopt. En Sami was ik ooit 0-1, toen was ik 0-2 en jij 0-3. Yep, ook nog. En de tijd dat jij even creamy was ik 0-2 en Sami 0-1. Ja, klopt. En uiteindelijk was Sami weg en toen was gewoon ik 0-1 en toen kwam jij 0-1, ik 0-2. Maar ik speel echt weinig 5M meer, man. Ik ook echt nooit meer. Ik ben weer 5M gaan spelen omdat... Hé, zijn er nog een man? Weet je wanneer ik 5M ben gaan doen? Denk een beetje terug. Reis even naar 100k? Waarom heb ik 100... What the fuck? Waarom heb ik 125k? Ja, dat is strafgeld. Oei, joh. Dat is... Ja, maar ik heb dat nog niet gekregen, staatsgeld. Dat is echt heel gay. Oh, ik kan gewoon een R8 halen als ik alles op mijn bank zet bijna. Nee, je moet alles contant hebben. Echt? Oh, kut. Heel snel. Ja, tot ver, nou zit die chat weg. Ik kan ook gewoon de chat clearen. Kan ik ook. Of is dat alleen voor jezelf? Dat is alleen voor jezelf. Oh, gelukkig. Echt niet. Het is voor mij ook gekleerd. Echt? Staat er niks meer in je chat? Nee. Wacht eens. Oh kut, wacht. Ik zet... Godver. Ik zet even iets op Twitter. Is er Twitter? Er is geen Twitter. Ja, je moet gewoon een account aanmaken. Er staat waar is het Twitter? Oh, je moet Twitter downloaden. Staat er iets in het chat? Nee. Oh, test van de ANWB. Oké, staat er nu geen test meer bij jullie? Bij mij nu wel. Nog wel. Ja, nou, bij mij niet meer. Ja. Nou, ook niet meer. Kijk, let op. S van de ANWB, oeps, daar waren wij. Oké, maar ik kan dus die R8-2020 kan ik halen als ik alles pin? Waarom is de Bitcoin zo hard omhoog gegaan? Wat? Waarom is Bitcoin opeens zo hoog? Ik wou even inkopen. Bitcoin IRL of in-game? In-game. Oh. Hey, wat rijdt tegen mijn auto aan, jongen? Je zit in die car die te kijken, je rijdt vol tegen mijn auto aan. Wat kan ik allemaal halen? Wow, what the fuck gebeurt hier? Er staat een fucking... Bentayga, wat is dit? Waar rij jij? Oh, Bentayga. En een RSS.
Ja, die staan allemaal op mijn hoofd gewoon. Oké, okay, ik kan... Oh nee, dat kan niet. Ik wou zeggen, ik kan een BMW M2 halen, maar dat kan niet. Hoeveel heb je er nodig? Ja, wacht, maar ik wil even gewoon rondkijken en ga ik even de beste keuze. Vindt hij een beetje uit? Past het volgende keer? Ik pas ook uit. Oh, fucking kut car wipe. Zit dit voor mijn car dealer menu? wat kan ik nog meer? Asje. Wow, je rijdt de hele tijd mijn auto in de prak. Hoe komt dat? Hé, ik weet niet wat je bedoelt. Hé? Hé, wat bedoel je? Ja, nu is hij aan het laden, dus ik kan nou niks meer. Oh. Oh joh, die Honda Civic Type R is wel ziek, ouwe. Hé, hey, mijn wiel rolt weg. Je ligt een wiel. Mijn wiel rolt ineens weg. Die spant wel bij ons, de wiel. Volgens mij... Ja, nou kan je, de maandige car die grapjes maakt. Die vent werd een beetje klaar mee. Dat snap ik wel. Ja. Hey, ik kom 5 ton, ik kom 4 ton tekort. Mag ik dat lenen? Nee, heb ik niet eens. Welke auto? Ja, een of andere Lambo, maar... Lamborghini Huracan Performante. Ik vond Renault. Nee, het was een Evo of zo. Dus maar wacht, nee. Sander, ik heb gehoord in jouw server krijg ik ook wel echt een autootje voor DSI. Wat zei ik iets? Die krijg je niet, denk ik. Ja. Zoveel geld verdienen we om er een te kopen. Het. En als ik ga wel fixen dat ik toegang krijg tot database, dan jank ik gewoon even die salaris omhoog van de politie. Wat zei je? Niks. Is goed, kom, racen, hoppa. Willem, jij race ook mee, kom. We gaan die vent er even uit janken. Wil je racen, Woele? Die vent is nou al kwijt. Waar is die man dan? Waar? OB! Buiten, naar links. Die Porsche Panamera Mansory is fucking ziek. Ja, daar is hij ook in TDA zat. Maar ik rij hem maar achteruit nog uit. Ja, tel, dan ga je hem af, jongen! Ah, kom, 3. Te engo. Hey, Willem. Ja. Heb je 7 ton voor mij? Nee. Jammer. Volgens mij was er een desyncje gebeurd. Man, pit me even volledig. Nog een keer, kom. Kom, alleen niet terug. Oh, sorry. 3, 2, 1, go. Oh, maat. Mag ik een pit? Heb ik toestemming? Ik heb toestemming. Nee, maat, hoezo trekt hij voor mij zo slow op? Hebben jullie een suggestie over welke auto ik moet halen? Maat, wat doet hij? Dit is echt puur zijn eigen schuld. Dit is echt puur zijn eigen schuld. En ik rij hem ook gewoon nog door. Wow. Hoe bedoel je? Ik heb mijn auto onder controle. Hoe bedoel je, die drift ik ook even clean? Oeh! Hebben jullie 2 ton voor mij? Welke auto wil je dan allemaal? Ik wil die Porsche Singer. Die rijdt kut. Dat is echt een vrachtwagen. Ja? Ja, dat is. Ik heb me volgens mij gedesinkt. Oeh. Dat is vervelend. Die weet ik, want we hebben hem vanmiddag nog getest. Ja, ik repareer hem wel. Godver, maar wat moet ik dan halen? Dan weet ik niet wat ik moet halen. Nou, we wees dichtbij, jongen. Een? Clio. Hou je bek, ja, man. Ik was een beetje dichtbij desync aan jou. Gaan die in een Clio rondrijden? Nee, hij heeft een Clio. Dat ding gaat nog hard, hoor. Die rijdt mijn Bentley eruit in het begin. Wat zeg je? Die R8 die gaat fucking hard. Nee, man. Oeh. Jawel. En die, Alsjeblieft. Hoe rijdt die Bentley Continental GT19? Die heeft even een iemand die ik ken in het echt gekocht. Serieus? Ja. Het is wel een eigenaar van een winkel, maar dat maakt niet uit. Boeien. Hij heeft hem wel oprecht gekocht. Rijk is rijk, toch? Mm-hmm. Beter dan met drugs rijk worden. Maat. Die heeft een, Groothandel, als vuurwerkwinkel, die heeft echt alles, maat. Wat expose je me nou, Willem? Ja, sorry, ik kon het echt niet laten, man. Maat, hoezo gaat die fucking dingen zo tanto hard?
Ik haal gewoon die M5 tussen 19. Heeft iemand anderhalve ton voor mij? Dan kan ik die M5 halen. Willem. Hoe rijdt die vent zijn auto nog? Die vent heeft vliegles gehad van hier tot Tokio. Kom bij ons mee rijden, hoor. Dat is echt geweldig. Die man probeert mij te pitten terwijl ik een Bentley heb van ik weet niet hoeveel ton. Hoe zwaar die is. Ja. Sta jij naast mij? Wat is er, meneer? Maat, hij kan echt even normaal doen. Oké, Willem, noodknop. Wat zei u? Wil je me sponsoren? Hoeveel? Ik heb, wacht even. Ik heb nog 2 ton nodig. Oh, oh ja. Nee! God, ton... dan, helemaal, lekker twee, man! 2 ton heb ik niet. Contant hebben. Oh god. Nee, oh, nee! Wat? Niet stand in! Ik moest wel contant. Staat hier niet een pinapparaat? Nee. Nee, staat hier niet een pinapparaat daar bij de cardio? Nee. Oh. Nou, is vervelend. Maat, ik zat in die paal vast, daar werd ze bang, man. Willem, deze vent krijgt mij niet omver. Help even. Hey. Hey, hij heeft me omver. Als het moet, bel ik even iemand met de gun, hoor. Ja, hoor. Huh? Kan je auto niet meer stuk? Gelsie. Heb je dit nou voor je eigen geld betaald? Maat, deze man heeft mij tot Tokio lopen beuken en dat ding is nog heel. We zijn op gunnings. Au. Hoeveel geld heb je? Willem, ga eens proberen een beuk. 280k nog. Mooi joh, jij geeft eens 2 ton aan mij. En ik heb nog 7 ton zwart liggen. Sander, die 2 ton is niks. Die 150k die ik heb gegeven is niks. Heeft hij 150k gekregen? Ja, ik heb hem 150k gekregen. Even. Welke auto heeft hij gekocht? BMW, die heb ik een TDA Fully, jongen. Dat ding is chill. Blijf in de Discord, je hoorde niet wat Willem zei. Wat die? Ik zei van 150k is niks als ik nog 7 ton zwart heb liggen. Nee, dat maar, het mij is even wat. Hé, hey, hoe maak ik even snel geld dan? Wiet plukken voor ons. Nee. Als je mij nou even politie maakt. Ja, dan ben ik, ik ben ANWB. Ik ben Willem. Wel 01 ANWB. Ja, maar ANWB is saai. Ja, je hoeft niks te doen. Wij zitten ook gewoon in dienst. We krijgen nu geld. Kut. Ik ga mijn PM nu al kapot. Die zinken. Hé, hey, je kan hem gewoon maken, joh. Nee, jongen. Met die zin kan je echt gewoon alles doen, jongen. Nonne knetters. Willem, die van mij is een Toto. Zijn auto kan niet kapot. Dat vind ik echt niet leuk. Willem, hoezo kan zijn auto niet kapot? Weet ik niet. Hé, Willem, ik kan hier een dingen plaatsen, als je het weet, hè? Een carlift. Hé, mijn auto is echt op weg. Wij kunnen carlifts plaatsen. Wauw, ik denk dat ik wel weet waardoor. Waardoor? Hallo? Niks, laat maar. Nee, ik heb hem gerepareerd, daardoor Willem. Willem. Ja. Zou jij mijn auto even willen schoonmaken? Dat ken ik, kom maar naar mij toe, politie AB. Ja, wacht even, kom maar aan. Waar ben je? Ja, nummer 3. Ja, ik moet even een leuk kleurtje uitkiezen, maar als die vies is, kan ik niet goed zien. Je blijft me lekker kapot staan. Kom maar aan. Is het de normale haal? Zie ik jou nog staan? Lekker. Oh, what the fuck? Je moet een stukje verder rijden, denk ik. Willem komt ineens vliegend. Willem vliegt ineens tegen me aan. Wat is dit? Ik rijd die berg op. Oh, kut. Oh, kut. Weg. Au. Wow, is geen botsauto. Waar is het dan? Stop uit. Weet ik veel. Een BMW. Asver. Bro. Jij gaat ook dezelfde kleur als ons doen. Willem heeft jou gesponsord, moet je dezelfde kleur. Ja, dat is goed, joh. Ik wil ook al grijs. Welke grijs is dit?
Daarna onderste of vier naar onderste. Green Nardo of zo. Weet ik veel hoe die heet. Nardo Grey gewoon, Nardo. Hey. Iets met Rek. Rek Grey of zo. Is mijn auto gemaakt? Ja. Ja, die van jou wel. En mij niet. Nee, jij was al bezig, dus jij mocht het zelf doen. Godsam, ik heb die van Sander gemaakt. Dieves. Dankjewel. Au, ik ben weer tegen de paal gereden. Kom. Ik ren helemaal niet meer beneden onder een paal. Nog geen seconde. Maar het gaat weg met je knie over dat je kapot rijdt. Hey, je rond je band rond naar beneden. Ja, dat is die van mij. Ja, daarom zei ik het ook. Ja, gaat die kapot en terecht. Hoppakee. Yeah. Wel mooi Clio. Is die kapot? Ja, die van mij is kapot, ja. Pak die van mij maar. Wat de fuck doet deze gast? Ja, jongen, Willem, geef mij een wapen, jongen. Ik schiet hem helemaal op een rambam in mijn mes. Vind ik ook al prima. Hij wordt dadelijk gemaakt. Ik moet even een vent kapot beuken. Mensen? Ik ben zo terug. Ja, alsjeblieft. Eén moment. Hij is niet gemaakt. Echt wel. Moet je even instappen. Waarom zitten er nog steeds krassen? Ik moet eerst instappen. Yo, Niels. Yo, godver, nou ben ik al ingestapt. Hey, ben jij druk? Ik ben drugs. Ja, op land of eiland? Nee, ik ben nu kom ik net blokpark opgereden. Wat dan? Ik heb de hele tijd een achtervolger en die zit ons de hele tijd te kutten en zo. Ja. En ik dacht anders eventjes een knallertje te lenen, als het mocht. Ik zeg tegen jou, kom maar naar blokpark en los het op. Ja, ik weet niet of hij nu nog steeds achter me aan zit, maar anders... ik weet niet. Ik ben nu op blokpark bij de ING. Als jij daarheen komt, dan lossen we het op. Ja, en anders wou ik hem eventueel op zak hebben als het mocht. Oh ja, ik heb toevallig misschien iets heel erg moois bij me, dus kom. Ja, nee, oké. Okay. Ik ben nou momenteel net bijna bij je ING. Oh, yo, dan ik kom... achter, zeker? Ja, ik kom nu naar de voorkant. Ah, nee joh. Ik kom nou net naar de achterkant. Yo. Yes. Stap Jan eens even bij mij in? Ja, ik pak mijn eigen ergens dus wel. Is goed. Ja, ik snap. Waar de fuck is mijn RS6? Weet ik niet. Je voertuig is er al uit. Hij staat nu hier! Godverdomme. Oh, hier. Godverdomme. Mag ik je auto kopen? Nee. Oh, jammer. Hey, ga even in onze porto. Ja, je mag hem kopen voor mij. Voor hoeveel? 633.000 euro. Oké, dat heb ik niet. Nee, dat dacht ik al. Ik heb maar 10.000 euro. Of... Ik heb nog wel een andere auto die je mag kopen. Ik bedoel 100.000 euro. Wat dan? Wat? Je mag de onderkant van mijn auto wel testen. Ik zit in Porto. Maar die R8 hier links van mij is wat te koop. Wat is er met mij? Ik volg jou, Niels. Jo, is goed. Mag ik Bjorn volgen of niet? Bjorn hoef je niet... Oh, ja. Hoor dat. Ik ben links. Ja, dat zie ik. Ja, ik ben niet links afgeslagen. Nu ga ik links afslaan. Maar gaat hij mee of... Ik weet niet of hij mee gaat. Bjorn, ga niet volgen. Robo, volg niet. Naar huis zeker? Ja, doe maar. Ik kom er zo aan, even de rest afschudden. Jullie hebben nog wel bodykit en zo in de garage zitten, toch? Bodykit? Knipoog. Ik weet niet, man. Moet ik even kijken. Ik sta voor garagepoort. Ja, kom eraan. Top, zie je zo. Oké, mensen.
zal even shit regelen, mensen. Ik kom nu de wijk in. Top, zie je zo. Yo. Yo. Oké, ja. Weet al genoeg. Oké. Dacht al wie... Man? Wist al wie de hacker was. Huh? Hacker is al verbannen. Is hij al verbannen? Ja. Oké. Stefan, jammer. Stefan, jammer. Wie was het dan? Stefan. Stefan? Ja. Jammer, Stefan. Heel erg jammer. Maar wie volgde jou dan? Of wat voor auto was het? Renault Clio. Dat was... Voor mij... Die in het rood was dat, of niet? Ja, volgens mij wel. Maar voor mij was dat die gozer die net op vakantie is gegaan. Ja, dat weet ik niet. Volgens mij wel. Even kijken. Zo. Waar staat deze nog open? Oeh. Ja. Oh, inventaris is vol. Waarom is mijn inventaris vol? Oh, oké, daarom. Shit, nog op je. Zo. Ja, stop, dankjewel. Dan leg ik die even in de... kluis, zo. Maar wat wilde je lenen? Ja, gewoon een pisteltje anders, eventueel. Als het mag. Ja, hoeveel geld heb je? Want volgens mij, de wapendealer is nu ook actief. Ja, ik heb momenteel 280. Ik denk dat je dan bij de wapendealer misschien nog zelfs een wapen kan kopen. Maar we kunnen wel even gaan kijken. Ja, als het kan. Ja, is goed. Rij je met mij mee of rij je achter me aan? Als ik hem gewoon... Ja, ik heb mijn RS6 motorisch helemaal op een top. Ja, ik denk dat ik dan beter bij jou in kan stappen, maar... Ja, als we rijden, maar laten we eerst naar Blokkenpark rijden. Ja, dan pakken we daar even ook... pak ik een andere auto. Oh ja, maar kan dat wel bodycam dan? Natuurlijk kan dat bodycam. Ja, nee, oké. Ja. Ik weet het niet, hè? Ja, die wapendealer is volgens mij vrij niet zo bang. Nee, oké. Er zijn andere wapen die jullie dan we de vorige keer gezien hebben. Niet die hier voor de deur. Die hier is gekomen. Nee, niet degene, niet de bezorger. Dat was de bezorger inderdaad. Als jij naar Blokkenpark komt, dan zie ik jou op Blokkenpark. Dan wisselen we daar even auto. Yes. Ik kom zo terug naar jullie. Oh, yo, is goed. Wij komen wel even naar dat huis. Oh, nee, ik heb niks gezegd. Doei. Nee, Mark, daar ben ik niet meer. Nee, weet ik. Ik zag je wegrijden. Maar, ja, ik denk... Komt goed. Dat yo, je wel hebt ik weet gehoord wat ik doei. Ga halen. Houdoe. Yo. Hang op, dikzak. Hang, leg op, ik kan...
Jij bent ook zoveel sneller. Ja, voel je jongen, man. Ik bedoelde hem sarcastisch, hè? Ja, ik was ook gewoon dingen gecombineerd aan het doen. Oh, oké. Okay. Welke pak je? Oeh. Dit is oprecht een fucking chille auto. Stinger. Geen grapje. Ik heb deze vanmiddag gereden, man. Ik vond deze niet chill rijden. Chill. Jawel, man. Maar jij hebt waarschijnlijk de normale gereden en niet de Stinger. Nee, ik had de Stinger. Volgens mij. Die is echt chill, man. Ah, de normale lijkt er wel op. Ah, zou misschien dat het niet deze was, maar... Deze is fucking dik. Hij klinkt dik, rijdt fijn. Voel je zeker? Ja. Ik heb bijna Millie zwart, hè. Moet je wassen? Nee, even niet. Oké. Okay. Zeg maar, als je moet wassen, dan moet je maar even laten weten. Ja, voor hoeveel? 20. Ja, niet lullig bedoeld. Niet dat ik jullie het niet gun of zo hoor, maar ik kan zo wat voor 90 tot 95% bij Damien wassen. Oeh, dan dus... wil ik die 90 best wel, dus dan wil ik best doen hoor. Dus ja, snap je? Zo zit ik van, ja. Nee, dat is... Moet even kijken hoeveel ik nou bij Damien was, want ik weet niet precies 100% zeker. Ja, als hij goedkoper was, moet je het doen. Ik kan misschien ook wel aan die prijs tippen. Ja, niet eens omdat ik jullie niet mag of zo hoor, toch? Weet je, maar... Oh, mag je me niet, dan lig je nu op de grond. Bro. Dat is geen dreigement voor de rest hoor. Meer een belofte. Nee, dat weet ik. Maar ja, je weet ook, ik chill liever met jullie dan met anderen. Ja, wij zijn ook erg betrouwbaar. Oh, wauw. Kijk op je GPS. Weet ik. Hij staat er gewoon op, dus ja. Logisch dat die op bodycam mag tegenwoordig. Maar dit is een andere, hè. Hier, deze doet andere prijzen. Hier rechts naar beneden. Ja, ik ben hier al een keer geweest. Oh, net niet. Je kan hier van alles kopen. Het is wel van de rekening af. Maar... Net niet. 10k. Ik twijfel. Ga ik zou ik een Scorpion kopen? Ik mis echt net 10k. Dat is wel heel dik, hè? Hey Niels. Weet je dat? Niels. Ja. Ik mis nu net ik 10k. Oeh. Maar je moet het voor mij op de bank hebben. Maar ik kan jou eens wel 10k geven. Ja. Toevallig heb ik nog wat bij me. Ja. En anders kun je ook via je telefoon overmaken. Ja. Ja. Je hebt niet genoeg geld op je bank. Ik ben even naar de bank rennen. Yo. Ik moet ook naar de bank, man. Oh, dan wacht ik bovenop je. Heb jij zoveel op zak dan? Ja, ik heb 4 ton op zak. Jezus. Ja, ik heb net 5 voor 5 ton wapen gekocht. Jemig. Ja, ik moest die Scorpion hebben, hè. Ik heb nu een pistool, Scorpion en een AK. Lijp, lijp. Achter je kan ook, hè. Ja, toch? Oh ja, hier is echt een bank. Dus... Ja, achter je kon ook bij winkel. Oh ja. Ik moet zo meteen weer even wat van mijn meth verkopen. Gelukkig kan ik dat nog. Zo? Ja, ik moet ook zo nog even wat wiet verkopen. Maar ja, ik moet dat later op de avond doen. Oh, wat dan? Ja, bodycam. Oh, zodat niet iedereen de verkoop. Dat dus. Ja. Niet dat ik hun dat niet gun of zo hoor, maar... Ja. Nee, maar wij hebben er ook voor gezocht. Daarom, weet je. Ja. Ja, anders kan je het aan mij verkopen en dan verkoop ik het voor je. Ja, nee joh. Ja.
Als je mij namelijk, als jij weet hoeveel je hebt en je weet de prijs en je zegt tegen mij, oké, dit wil ik ervoor hebben. Of dit is de prijs die ik ervoor krijg. En dan heb je het meteen wit. En je hebt het niet zelf over kopen. Ik ga er namelijk toch heen. Kom wel. Yo. Nou, ik wacht op jou. Is goed, Keel. En bedankt, hè. Hé, hey, Niels? Wat? Nou, zijn er geen wapens meer te koop. Wat? Oh. Is er maar één te koop per dag? Ja, blijkbaar. Oha. Dat is wel zuur. Dan rijden we wel even... naar jullie huis? Naar het huis, ja. Dan kan ik eventueel ook 3 ton overmaken naar jou en dan... Ja, precies. We rijden wel goed volgens mij. Jo. Ik dacht dat het per persoon 1 wapen te koop was. Nee, gewoon in totaal. Nou ja, aangezien... Oh nee, dan zijn er dus al een aantal wapens gekocht vandaag. Aangezien Remco of Tony en ik gisteren... zelf ook wapens gekocht hebben. Op hetzelfde moment. Of was er nou pas weer eentje leverbaar? Dat kan ook, inderdaad. Dat is het enige wapen wat hij had gekocht heb. Je loopt met een AK, een Scorp, een pistool volgens mij. Momenteel, ja. En ja. Een knuckle duster en een mes. Wat heb je niet bij je? een bed. Die heb ik niet. Ja. Maar de rest heb ik wel. Daarom. Ja, maar dat is wel duidelijk, toch? Ja. Dat je niet, dat je een aantal mensen niet mee moet fokken. Nee, en daarom dacht ik van momenteel, ik weet niet de prijzen. En ja, weet je, ik bel jou wel, want ik weet dat jullie sowieso hebben liggen. Mhm, correct. Dus ik denk zo van, misschien kon ik lenen of iets, toch? Mhm. Nee, ik heb ook nog aan Mattie van mij F150k geleend. Lekker man. Ja, maar dat krijg ik toch zo snel mogelijk wel weer terug waarschijnlijk. Nou, daar hoop ik voor, anders dan hoor ik het wel. Ja. We hebben namelijk ook nog wel een aantal scherpschutters, laten we daarop houden. Ja, ik snap je. En als je nodig hebt... Die werken ook in opdracht, ja. Ja, als je nodig hebt, ik kan ook doen. Nou ja, ik ben zelf het zwaarst bewapend momenteel, dus... Ja, maar je snapt hoe ik hem bedoel. Zijn je op fluisteren? Nee, normaal. Oh. Dan loop ik gewoon te ver weg. Maar ja, je weet wat ik bedoel. Ja. Als jij even geen vieze handen wil hebben, doe ik nee, het wel. Nee, mij maakt niet uit. Nee, maar bijvoorbeeld, hè. Mhm. Nee, je vieze handen, dat maakt me niet zoveel uit. Ik heb het liefst heb ik nog... dat ik de nieren van de agenten zelf uitsnij. Ja. Ja, dat vind ik het mooiste. Oh, ik loop zo tegen de traptreden. Kijk, keycard erheen. We hebben het geüpgraded sinds de vorige keer. De vorige keer moesten we pincode invullen, maar ik heb de keycard gewoon bij me. Dat is veel makkelijker. Ja, snap ik. Ja, deze is tot nog open. Ja. Even kijken, dan leg ik mijn... pistool daarin weg. Jij wil een pistooltje hebben? Ja. Kijken. Momenteel is dat wel goed genoeg. Dan geef ik jou. Die? Je kunt alleen wapen. Oh. Aan iemand geven die je vasthoudt. Zal ik het dan even overmaken naar je? Ja. Niels. En dan 3 ton, hè? Ja. Alsjeblieft. Ik heb hem in je linkerbroek zo gestoken. Huh? Waarom zegt hij dat ik niet genoeg heb? Heb je het niet contant? Dat kan namelijk ook dat je het contant hebt. We moeten even naar de bank. Dan regelen we het daar. Ja, is goed. Niet dan schrikken, ik trek hem heel eventjes. Kijk ja, op. Nee, dat is prima. Ik zou hem even ergens stoppen waar het goed voelt. Iemand heeft weer meth verkocht. Wat fijn.
Taro. Kijk maar aan mijn been. Ja. Ik heb een scorpion gewoon in de borstzak gedaan. Zo. Dat is makkelijk. Goed. Ja. Ik zal mijn jas erover aandoen dan anders. Zo. Zou ik wel doen. Ja, hij is nog wel iets... hij is wel een stuk beter. Ja, dat wapen op je rug zal toch wel zichtbaar zijn. Ja, dat maakt me ook niet zo luid. Voor mij is het toch niet zoveel... Eentje. Eentje, ja. Wie is dat dan? Oh, Jake. Dat is... Charlie, ja. Ja, Charlie. Jake. Charlie. Ja, ik weet nog steeds niet hoe die genoemd wil worden. Ik zeg gewoon meneer Dekent tegenwoordig. Wat? Ik zeg tegenwoordig altijd meneer Dekent. Ja. Ja. Meneer de Hommelwoud. Overlopers, hè? Ja. Maar er zit ook een godenreden achter, volgens mij. Ja, is. In die trant, inderdaad. Ja, weet je, sommige mensen die hebben gewoon meer gevoel bij het goede dan bij het slechte. Ja. Als wij meer fan zijn van. Nee, ik ben meer fan van. Van deze activiteiten. Dat dus. Dan krijg je ooit nog 10k van mij. Jo, is goed. Omdat die 10k eigenlijk van jou was. Oh ja. Of je moet zeggen van laat het lekker zitten. Die 10k zou mijn worst wezen, jongen. Oké, ja. Hey, ik ben gewoon eerlijk netjes. Ja, nee, ik was het zelf al vergeten. Ja, jullie hebben zoveel geld, joh. Ja, momenteel zijn wij inderdaad wel... nou, ik zit zelf wat aan de krappe kant. Momenteel. Maar dat is meer omdat ik... mijn inkomsten... ja, verdeel voor bepaalde dingen. Dus een deel is voor de verzekeringen. Andere deel is voor wapensinkoop, betalingen van leden en dat soort dingen. Ja, gewoon alles en nog wat. Ja, en dan nog natuurlijk boetes die ik mogelijk heb. Oké. Ja, juist. Oh, wacht wat. Snap jij ook wat ik bedoel? Oh, zit hier een verleden in? Yo. Yo. Mooie wagens, niet? Ja, hè? Ja, toch? Hoe kom je eraan? Gekocht. Hoeveel kost die? Dat is wel 100k of zo. 100k? Ja. Kan ik niet ergens wat geld van jou lenen of zo dan, ja? Nee, joh. Hoezo niet? Waarom wel? Omdat ik niet zoveel geld heb. Ik wil ook die auto kopen. Nou, dat koop ik niet zelf, dan moet ik het wel werken. Ja, wat heb jij van werk gedaan dan? Nee, dat is zo. Ah. Ja, ik heb deze auto kunnen kopen. Oh ja. Lekker man. Wil je plukken? Ja, is goed. Zoek. Wil je wiet plukken? Ja hoor. Ai. Kom even hier naar achter, bij de garage. Ja, ja, is goed. Bij wiet moeten ze beginnen, hè? Hey, heb je een nummertje? Heb je een telefoon? Nee, geen telefoon. Charlie! Niels! Charlie, kom eens. Ik kom eens. Je moet even in de wolken kijken. Kom, zet je auto nou, je weg. Iets vergeten, ik denk ik. Of neem ben je jij mee? Dat niet, die momenteel. Oh, ben jij. Daar als tweede plaatje staat of is het iemand anders? Meneer. Meneer. Als je uw wagen wegzet, ben jij in wegzet, dienst of ben dan, jij niet in dienst? Oh ja, ja, ja. Ja, dan moet je even in dienst gaan, man. Tenminste, als je niet als politie bent. Oh, bedoel je? Ja. No. Dat was even gewoon OC. Ja, denk ik. Joep. Jij was zeker degene die schoot eerder. Meneer. Ja, echt... Ah, half uurtje geleden of zo. Nee man, ik heb niet geschoten. Wie was het dan? Ik ook niet. Dat weet ik niet man.
Ik heb wel net deze gekocht. Deze ik het, gekocht. Ik wil zeggen, jij hebt een wapen als enige, dus wie mag het anders zijn? Ik heb deze. 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 En deze. En deze. En deze. Hé, maar meneer, als u uw wagen wegzet, dan neem ik je mee. Dan mag ik niet doen. Zeker draag je, dat is nergens voor nodig. Sorry. Nou, goed zo. Stap maar in je auto en ga maar... Ik wilde eigenlijk jou taser, maar ja, toen dan wist ik... Kan je, als je je auto wegzet, kan je bij mij instappen. Kunnen we even zaken regelen. Ja, toch? Hij breekt zijn eigen raam gewoon. Ja, ik weet niet hoor. Hij breekt in zijn eigen auto. Kan maar houden, meneer de Gent. Zijn auto, godverdomme. Heb je wel autopapieren, jong? Ik ga autopapieren zien dan. Nee. Ja, ik ga je aanhouden, hoor. Weet je ding. Goed, gaan we even telefoontje scoren voor je. Kijk eens, als je een telefoon even haalt, dan kan ik je nummer opschrijven en dan kunnen we afspreken wanneer je beat hebt. Oh. Oké, dat dacht ik al. Was een modder, man. Wat zei je? Wat een nigga! Kunnen jullie even afspreken of niet? Ik ben TuneShop, kom maar. Welke? AMB. Oké, waar is... Weet ik niet, die komt hier ook alleen. Oké, bel jij hem? Yo. Yo. Oh, mijn wij, kom op, opschieten. Hang jij even op? Ja, dat kan ik niet, want ik kan mijn telefoon niet openen. Ik zit in een TuneShop. Oh. Dat het die gozer in die jeep een modder was. Dat denk ik wel, ja. Aangezien nee, die Wrangler die is fully tuned. Hij was een modder. Hij was een modder? Ja, hij is vliegticket... Ben? Ja, oké. Okay. Ja, ik wil het zeggen, want die jeep Wrangler was fully tuned. Yo, woele. Wie heeft hem gewend? Waarom staat jij ineens op mijn speakers in plaats van mijn oortjes? Weet ik niet, woele. Oh, weet je wat hij hem gewend heeft? Ik wil het wel pas. Maar woele. Ja, woele. Jij komt naar je TuneShop, toch? Voor hem. Ben ik al. Oh, yes, ik zie je rijden. Yo. Faka oele. Damien! Damien! Matty! Is het Damien? Hallo? Damien! Ik hoor je niet. Yo! Ai, stuur maar berichtje wanneer. Doet hem maar wanneer je moord.
Ewaule. Ewaule. Waar ben je? Car dealer. Ja, kom ja, even op een andere plek afspreken, want waar? Kom Hoer. Merel... Nee, niet Merel Park. Grove Street. Kom Grove Street. Oké? Okay? See you so in Grove Street. Oh, hey. Hoor je me nou, meneer? What the fuck? Willem. Ja. Ik bel hem al. Ik zit ja? al in call. Oh. Ik, dit is de inzout die ik heb. Hey, hallo? Willem. Ja. Ik ben geband. Hoezo? Door de anti-cheat, denk ik, of zo, of die, ik weet niet. Nee, je bent verbannen voor geld inspannen. Oh. Maar wat... Huh? Hoezo ben ik verbannen voor geld inspannen? Maar wat heb jij gedaan? Ik heb niet eens een botmenu. Dit is heel verbrand. Door wie? Wie is Pieter? Pieter? Wat? God, mon dieu. Nou. Leuke Ben. Nou, dan maar even lekker broodje eten. Hé, hey, maar Mark. Ja? Hoeveel geld heb jij? Ik? Ja? Weet ik veel, hoezo? Omdat je die overdoses hebt of zo? Nee, die had ik net gestolen. Wauw. Stond achter car dealer op die parkeerding. Ik vond het wel grappig. Maar waarom ben ik gewend? Ik ga wel even vragen voor je. Wacht maar. En anders halen ze gewoon alles wat ik heb wel weg. Geef je gewoon mijn die M5 terug. Kan ik gewoon door. Waar is Damien? Ik krijg het zakje van mijn broodje niet open. Bro. Ik per ongeluk. Let op waar je rijdt. Zakje van je broodjes, waar heb jij nou? Ik heb broodjes gehaald in Jumbo. Gadverdamme. Ze zijn wel sompig, man. Au. Hoe kom je aan die Porsche Panamera? Deze. Ja? Maat, er staan overal auto's in de hele stad. Ga kijken. Oeh, maat, waarom word ik gebeukt? Nee, nou lig ik op z'n kop. Maat, jij hebt me op z'n kop gebeukt. Serieus? Ja. Maar ik heb mezelf recht kunnen buigen. Hoe kan dit? Oké, boeien, ik ga door. Hey, is mijn auto. Jorn. Hey, dit is mijn auto! Willem, dit is Jorn. Mijn auto! Jorn! Weet jij waar Damien is? Zit jij met hem in call? Waarom rij je me aan, Keel? Bjorn, fix gewoon je voice chat in plaats van dat je gaat typen. Nee, ik ben heel even wat anders aan het fixen. Mijn mat die is verbannen namelijk, zomaar.
alles behalve. Ik ben zo terug, boys. Yo. 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 Ja, ik kan niet zomaar die call joinen weg dat ik streamer ben. Oh ja. Wacht even. Zo kan ik nou niet. Maar zit Bjorn nou te zeiken omdat ik over... Dat ik niet meewerkte net? Ja. Hoezo? Omdat hij een mesje trok en jij wegging. Ja. Ik was hier al mee bezig. Oké. Wacht even. Hoe kan ik nou dit wegkrijgen? De ring. 2 seconden. Krijg ik nou die... Ik stel even de Discord op. 2 seconden, ja? Joep. Ai, nou, hoezo kan... Wacht, ik doe het even zo. Ja, hè, beter. Wacht, kijk. Ik laat je wel even zien. Mm-hmm. Want ja, weet je, als er gewoon bewijs is, dan kan er gewoon niks tegen gedaan worden, weet je. Maar... Kijk, als het tegen die BMW M5 was, ik heb hem nee. 50k gegeven namelijk, dus... Yeah. Kijk maar. Hoe dan? 1 miljard. Geef meer zelfs, volgens mij. Op zijn eigen bank. En we hebben geef geld gekregen en hij heeft van niemand geld gekregen. Heeft hij wel mensen geld gegeven? Even kijken. Aan de bank, aan de bank, aan de bank, aan de bank, aan de bank. Kijk, ja, hij heeft 10k gegeven aan Robbie. Ja, en verder? Kijk, het is van vandaag. Nee, dat was het. Oké, wacht even. Hij heeft alleen 10k Robby gegeven. Ja, weet je, die 10k kan niks boeien. Nee, precies, maar daarom zat ik al heel te spectaten. Maar hij had al 3 fully auto's. Dus ik dacht, dat klopt niet. Ja, één moment, blijf zitten. Ik zal Sander even naar zijn wachtkamer fixen. Ja, is goed. Oh, hij zit niet eens in de Discord. Oeps. Top, hij joint naar de Discord. Maar hoe weet Bjorn dat hij mij kan hebben, maar goed. Ja? Hey, Sander. Yo. Ja? Damien, kan jij eens met schermdelen laten zien? Eventueel. Ja, ik kan wel even snel laten zien. Dat ik zie hoeveel geld in mijn rekening heb. Mhm. Ja, je mag gewoon checken, ik heb geen modmenu of zo. Even kijken, hier. Waar zat ik net? Bij deze. Ik heb die eerst overmaken. Hier. Ja, zo. Ziet er wel leuk uit. Zal ik vertellen wat het is? Ja, vertel maar. Nou, kijk, ik heb dus. Ik denk tenminste dat het zo zit. Ik heb dus een league server, een soort dev server, weet je wel, waar ik allemaal scripts verkoop en zo. Nou, ik heb dus zeg maar best wel, ik wil niet opscheppen of zo, maar ik heb best wel, ik kom vaak in servers dat zij bijvoorbeeld delen van een server van mij of zo gebruiken. En als zij bijvoorbeeld een deel van mijn server CFG of iets gebruiken, dan staat er bijvoorbeeld dat ik perms heb. Dus ik kwam die server in en toen wilde ik voor de grap wilde ik het eerst het weer veranderen. Dus ik wilde eerst op extra sunny zetten omdat het regende. Ja. Dus ik doe dat en ik denk, ik kan dat ineens. Dus ik kon ineens gewoon het weer veranderen. En toen ging ik een beetje proberen van wat kan ik allemaal, wat kan ik niet. Ik kon niet TPM'en, ik kon niet TP'en, ik kon niks. Dus je bent een hacker? En toen, nee, toen deed ik een slash give account mode. Nee, hoor nou het hele verhaal, jongen. Je bent, ja, jawel, je bent een hacker. Nee, nooit. Ik ben geen hacker. Hij heeft een Discord. Je bent gewoon een vieze vuile hacker, ja? En weet je wat we niet doen op mijn server? Hacken, godverdomme. Laat mij eens even uitpraten. Nee, hacken. Meteen bemoeien.
Hey. Ja, nou dat is daar een vraag. Maar ik heb dus gewoon random perms. Ja, ik kan checken. Ja. Zeg ze allemaal. Ja, ik heb niks gedaan, joh. Nee, ik ken Sander namelijk. En... Ja, maar dat boeit mij niks. check dan in de database of ik perms heb. Je weet dat ik een livestreamer ben. Ja, even kijken. Wat ben je? Ik ben live. Dat is heel fijn voor je. Maak maar grapjes, boys. Doe nou niet zo. Oh, het is één groot grap. Nee. Hey, Damien, auw. Nee. Nee, hij heeft me pijn gedaan. Ik dacht dat alleen Leroy mijn pijn doet. Nou. Nee, die was echt niet op jou. Maar Leroy is gewoon een kutkind. Nee, het klopt inderdaad. Oh, ja, geen peuren. Norbert. Yo. Inderdaad. Bjorn kan nou wel zeggen van dat ik niet meewerkte omdat TMS-je op. Bjorn mag me replikken. Bjorn mag me replikken. Ja, maar ik was gewoon even met dit bezig, omdat ik hem eigenlijk aan de telefoon had in-game. En in één keer wordt er iemand verbannen door geld inspannen, dus ik denk echt zo van, huh? What the fuck? Dus, en ik keek, was het Sander, dus ik was al eigenlijk meteen op zoek naar Damien, omdat ik dacht van, het is door Damien verbannen, CTX, dus ik ga maar even kijken hoe of wat. Ja, nee, het klopt, hij heeft inderdaad helemaal geen perms, nergens niet. Dus op een of andere manier kan hij er wel achter komen, of kan hij dus wel die perms krijgen. Laat eens even via scherm wat je doet, ik kon zien. Ja, is goed, wacht, ik kan gewoon letterlijk, ja, maar nu, ik ben nu geband. Ja, boet me niks. Ik kan nu niet meer. Hé, maar, weet je wat het is? Gewoon slecht je vertrouwen money. Wij zijn wel, eerlijkheid wordt wel gewoon beloond, weet je. Dat is gewoon een dingetje. Misschien geef ik je wel een nieuwe RSS 220. Nee, dat vind ik niet helemaal gek. Ik hoor jullie niet, mijn 5M is kut. Ja, oké, ik hoor jullie weer. Nou, ik zei, ik was zeggen dat je een Fiat Multipipe hebt. Wat hè? Ik ben echt een irritant gast, joh. Wat wil je nou? Ik versta je niet eens. Ja, boet me ook niks. Dus ga hem dan maar. Moet ik hem inbellen? Ja, ben hem maar. Ja, doe maar. Ja, ben maar. Oké, wacht, dan horen jullie heel even niet, want mijn 5M is gay. Dus als ik mijn 5M in de launcher heb... Nee, gay? Ja, had je niet hoeven te zeggen, dat wist ik al. Oké, ik doe alvast mijn screenshot aan. Oh, godverdomme, joh. Kut geluid. Verrekte tering, Mongool. Nee. Maar Sander. Hij hoort ons niet. Hey Sander. Sander in je bander. Hey homo. Verrekte homo.
Je komt, maar... Yo kijkers, je... daar ben ik weer. Ben weer back. Ik heb even een stafzak achter de rug. Moest dat duurde niet lang op wacht. Moest even wat regelen. Was nou weer geregeld. Helaas waren er een paar mensen die wat meer perms hadden dan dat ze mochten. En wat ze eigenlijk mochten hebben. Kloters. Nou, weet je, is allemaal gefixt. En nou gaan we gewoon door. Ik heb net mijn money mijn wiet verkocht. Nee, jij mag rijden. Eventjes snel nog. En, maar ik kan niet instappen, hè? Echt. Oh, nou wel. Oh, dat kan niet. Kutzooi. Je kan niet van deze kant wisselen. Nee. En ik heb even wit gewassen snel. Dus ja. Dat even gedaan. 1 miljoen wit gewassen. Toen heb ik net, kijk, even een kookloods gekocht. Dus nou hebben we een wiet en een kookloods. Dan gaan we nog grinden voor een matloods. En dan zijn we binnen. Die alle drie elke dag op orde houden. En dan zijn we binnen, mensen. Maar hoeveel breien? Wel lekker. Dit gaat hard, jongen. Besef, dit is een SUV, hè? Dan moet je ook even je achterhoofd houden. Ja, ik kon net gewoon de Jurus kopen. Ja, ik... ik heb deze keuze gemaakt, deze te kopen in plaats van die. Ik wil echt die Jurus. Ik wil die Porsche. Ja, ook, man. En die hoeveel doosjes hoef ik niet? Ik heb nog 2,4 miljoen nodig. Ja, maar je overdosis ziet er bruut uit, hè? Dat, ja, is maar, dat is echt een keer vak. Eén moment, mensen. Kak, hoe doe je die ook weer? Oké, kijkers, welkom. Les salut. We zijn er weer. Ja, we hebben een goede sessie gezet. We hebben 1 miljoen wit gewassen. We hebben een vuurwapen vandaag bemachtigd. Hij schiet ook echt. En ja, mensen, ik zeg salute. En fijne avond en abonneer, reageer en like en join de stad. Tot de volgende keer, maar weer.